Hey, hallo Rabesjaren en welkom terug bij deze nieuwe video. Ja, welkom terug. Ik ben nog steeds oranje. Het licht is nog altijd niet lichter geworden. Maar goed, we kunnen er niks aan doen. Ik zou zeggen, laten we beginnen met de video. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Vandaag wil ik het hebben over mijn sport die ik doe. En wat er eigenlijk kan gebeuren ofzo. Onder andere dit. Misschien is het jullie wel opgevallen in eerdere video's ofzo. Want dit hangt er wel al een tijdje op. En ja, vandaag dacht ik, weet je wel, ik praat er wel eens over. Ik doe hockey samen met YouTube. Is dat dus mijn grootste hobby. En hockey doe ik eigenlijk met een stick, een bal en op gras. En 3 weken geleden moest ik een match spelen. En op die match had een tegenspeelster 2 keer mijn stick op mijn vingers geslaan. Of wat dat dezelfde persoon was 2 keer, dat weet ik niet. Waarschijnlijk niet, want ja, er lopen er zo 11 rond. De eerste keer deed dat wel pijn, omdat dat zo'n stick dat komt aan. En dan de tweede keer, ja, heeft er nog iemand mee geraakt met een stick. Maar dan deed dat nog eens extra pijn, omdat ik daarvoor ook nog eens pijn had. En ja, 3 weken later zitten we nog altijd met dit ding rond mijn vingers. Het is een soort tape, het is geen gewone plakband, want ja, dat helpt niet. We zijn 3 weken later en doen nog altijd pijn. Ik hoop dat er niets meer aan de hand is. Want ja, anders loop ik hier wel dat ding op mijn vingers. Voor niets. Maar hey, sporten is gezond, zeggen we altijd binnen de ploeg. Ik hoop wel dat mijn ploeg dan kijkt. Het is wel speciaal voor jullie. Blauwe plekken had je er ook wel iets aan over. Maar goed, dat is allemaal niet erg. Want hey, sporten is gezond. Maar nee, de sport is heel leuk op zich. Ik vind het heel leuk. Ik doe het nu al 3 jaar. De vrienden die ik daar gemaakt heb. Ik hoop dat ze mijn vrienden zijn. En nu lijkt het alsof ik de sport wil promoten, maar dat is eigenlijk niet, want gewoon, weet je, er zijn niet alleen nadelen aan dat, maar ik vertel nu wel alleen nadelen, snap je? Ik vind gewoon de sport leuk, de vrienden die ik daar gemaakt heb. En ja, dat is het gewoon. Dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dan zie ik jullie weer bij een volgende video. En dan zeg ik weer, adios. You're so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah.